Het diakonessenhuis heeft te kampen met een crisissituatie die is ontstaan door het uitvallen van personeel. Het ziekenhuis maakte dit vanmiddag bekend via een persbericht. Door het uitvallen van personeel kunnen tijdelijk diensten vanuit de operatiekamer, verloskamer en de behandelunit niet worden uitgevoerd. Patiënten en cliënten worden gevraagd de rekening te houden met deze situatie en bij spoedgevallen liever een ander ziekenhuis aan te doen. Verpleegkundigen van zowel het Diakonessenhuis en het Sint-Vincentius ziekenhuis hebben gisteren een petitie ingediend bij de vicepresident waarin zij aandacht vragen voor de problemen van de ziekenhuizen. De vicepresident beloofde toen gelijk de situatie te bespreken met het staatshoofd en daarna terug te koppelen met de bonden. Het lukte onze redactie niet, ondanks herhaalde pogingen, om een reactie te krijgen vanuit de directie of de bond over deze situatie in het Diakonessenhuis.